Schepene wethouder John Stellinga. Ik wil hem graag naar voren droppen. Hij soe op de preekstoel, maar hij schudt er van af. Dat kan ik me indenken. Dat wil net zeggen dat zijn woorden minder belangrijk worden. John Stellinga. Dankjewel, burgemeester. De burgemeester zegt, joh, zou je dat wel doen? Moet dat banier daar weg? Ik zeg, doe het niet, Gerben, doe het niet. Ik wil ook nog veilig thuiskomen vanavond. Dus hij blijft hangen. Iets over de historie van de streek waar we zijn, de geschiedenis van deze plek. Er leven hier ongeveer 400 generaties. We hebben het over 8000 tot 10.000 jaar geleden. 400 generaties zwerven hier mensen rond, wonen hier mensen. Er zijn overblijfselen gevonden van menselijke gebruiksmiddelen. Echt in deze streek, Kortwater, op een hoofd ken ik een plek. En er zijn meerdere plaatsen. 400 generaties en het was familie. Het was familie. Er zijn geen DNA-sporen gevonden, er zijn dus geen menselijke resten gevonden. Dat kon niet, wel op vergelijkbare plaatsen in West-Europa. En dat klopt dan ook inderdaad. Maar je kunt ook andersom redeneren. We hebben allemaal 2 ouders, 4 grootouders, 8 overgrootouders, 16 bedover en dat gaat zo door. Als je 2 tot de 20ste doet, als u 20 generaties terugkijkt, en dat is ongeveer 500 jaar, 16e eeuw, er zijn stambomen zat die zo ver teruggaan. Als u 20 generaties terugkijkt, heeft u 1 miljoen voorouders. 1 miljoen. Dat is meer dan er in Amsterdam wonen. Stelt u zich voor, 1 miljoen. Daar zitten schuinsmarcheerders tussen. Dronkaards, bigamisten. Maar er zit ook moed en wijsheid en oude adel tussen. Geldt voor u allemaal. En nu gaan we van die 2 tot de macht 20, 2 tot de macht 400 maken. Een onvoorstelbaar getal. We hebben het over 400 generaties geleden. Uw rekenmachine ontploft. Het is niet te benoemen, dat getal. Zoveel voorouders en zoveel mensen waren er helemaal niet. Met absolute zekerheid. De mensen die hier waren, en misschien waren het die 10 die u in uw hoofd hebt, die u zich nu voorstelt. Misschien zijn die wel weggespoeld, opgegeten, gevlucht. Maar dan kwamen er 5 jaar later, 10 jaar later, 100 jaar later weer anderen. Allemaal stammen wij van hen af. Het zit in ons DNA. Die jagers, verzamelaars, 400 generaties geleden. En het is ongeveer 100 generaties later, nu 300 jaar geleden, dat we hier de landbouw hebben ontdekt. En de getuigen daarvan rusten in het IJstijdenmuseum in Buitenpost. 300 generaties geleden is het hier ontdekt. En is het op nog 10, 20 plaatsen in de wereld ontdekt. De klassieke theorie was de Eufraat en de Tigris. En het is verspreid over de wereld, maar dan moesten ze wel heel hard lopen. En de andere gedachte is dat de mensheid eraan toe was. Dat concepten als investeren, stop een bes, een vrucht, een zaad, nu in de grond. En dan heb je er volgend jaar 10. Een concept als sparen. Een concept ook als eigendom. Dat die abstracte concepties, dat we die ongeveer 300 generaties geleden hebben ontdekt. En toen we dat ontdekt hadden, toen konden we landbouw bedrijven. Toen aten we niet meer de vruchten des velds, maar konden we dat ook organiseren. 300 generaties geleden. En nog eens 100 generaties verder. 200 generaties geleden. Pak een beet, 4,5, 5000 jaar geleden. Toen ontstond de tertiaire sector. Toen waren de slimmerikken die zeggen van, hey, als jij dat doet, en dan doe ik dat. En dan specialiseren we ons. En al snel was nummer 3, die zegt, ik kan helemaal niks, maar ik kan misschien wel een aardige hut bouwen. En dan doe ik dat. En weer iemand anders die zei, ik breng jullie bij elkaar. En er was iemand die kon heel goed vertellen. En dat werd de onderwijzer bij het vuur. En je kreeg het eerste dorp. De eerste nederzetting. 200 generaties geleden ontstond dat waar wij trots op zijn. De Meanskip. 200 generaties geleden. En we gaan weer 100 generaties verder. En dan zijn we 100 generaties terug. En daar komt de geschiedenis die we allemaal nog kennen van de basisschool. Daar komen de beschavingen rond de Middellandse Zee. En daar komt uiteindelijk de Romeinen, de meest noordelijke beschaving daarvan. En die kennen we allemaal. Het was keizer Augustus, diezelfde van de volkstelling rond de geboorte in Bethlehem. Die keizer Augustus die zei, mijn rijk, dat moest eigenlijk van de hele Noordzee, hè, dus ook boven de Rijn, tot en met de Elbe moesten zijn. En op dat moment verschijnt Friesland in de geschiedenisboeken. Ach, op verschillende manieren. Er zijn dappere Friese strijders, maar het is wat onduidelijk wat precies onder Fries verstaan wordt. Het gebied is heel groot. Maar ook in dit gebied zijn ze geweest. En als je nou heel eerlijk bent, dan moet je erkennen dat wat ze thuis vertelden, dat wat ze in Rome vertelden, dat wat ze opschreven. Ja, nou ja, echt vrolijk word je er niet van.
Ze vonden maar wat van ons. Hè. Een van de teksten was, man, waar die lui daar zich mee bezighouden. Het is er te nat om te lopen en het is er te droog om te varen. En ze blijven er toch. En on top of this, hè, het spant de kroon, Tacitus die schreef, Frisia non cantate, en die Friezen kunnen nog niet eens zingen ook. Ze zijn, als het vannacht laat wordt hier, dan slaan mij en ik een paar Romeinen in elkaar. Het werd op zo gezegd, het werd een beetje versmaad op dat moment, lijkt het wel. Ze zijn hier wel geweest, maar ze hadden er niet zoveel zin in. Dat moest je met dit gebied, met die terpen en zo. En ze gingen ook wel weer weg na een paar honderd jaar. Ze bleven daar wat onder de Rijn zakken. We gaan even wat grotere stappen maken. Nee, wat kleinere. 50 jaar. 50 generaties geleden. Toen waren we gekerstend. Niet voor de eerste keer hoor. Het was al een paar keer gebeurd. 50 jaar geleden, het jaar 1000, pak een beetje. 50 generaties geleden. Toen, wat hadden we toen? Toen hadden we de kruistochten bijvoorbeeld. Ik zei trouwens voor de zoveelste keer gekerstend. Religie was toen een iets ander concept, hè? Religie was het equivalent van wetenschap. Je begreep even niet waar sommige dingen vandaan kwamen. De donder bijvoorbeeld. Nou, dan bedacht je daar een soort verklaring voor. Er zal wel iemand op die wolk zitten en die zag het al gereinigd zijn en die gooit zijn speer, dat is een bliksemschicht. We noemen hem Donar. Dus zo was de religie werd gebruikt om dingen die je niet begreep te verklaren, doordat er een alternatieve verklaring kwam. Een soort pseudo-wetenschap. En dat was ook zo van, als je nou ergens een knokpartij verloor, dan kon je dus zeggen, omdat ik te stom was, omdat hij sterker was of zo, maar ze had het moeilijk geweest. En dan werd gezegd, omdat die andere dus waarschijnlijk een betere god of betere goden heeft. Daarom heb ik. Dus het was heel gemakkelijk. Het was ook vrij normaal. We zouden het nu als schaamteloos optimisme beschouwen. Maar dat een verliezend volk, die nam de goden, die nam het geloof, die nam de religie, wat over van de overwinnaar. Het is dus eerder geweest. Maar later, u weet het allemaal nog wel, van Bonifatius en zo en Ljutger, we hebben het dan over de 8e eeuw. Toen kwamen ze echt ongeveer in het jaar 1000, 50 generaties geleden, toen waren we gekerstend. En Van Keulen was het, Olivier van Keulen, die hier de eerste, de tweede kruistocht vandaan haalde. Via de Lauwers uit Saruzum kwamen ze. Maar ongetwijfeld ook het Augustinusga. Onze voorouders, ons DNA. Ze gingen op kruistocht. Het was allemaal niet zo zuiver, hoor. Het was allemaal niet zo netjes, maar het was ook een beetje go west, young man. Ze wilden de wereld verkennen. Augustinusga is in Rome geweest. Augustinusga is in Egypte geweest. Augustinusga is destijds in het Heilige Land geweest. Daar kun je donder op zeggen. 40 generaties geleden, werd die toren daar gebouwd. 40 generaties geleden werd die toren gebouwd. En 30 generaties geleden, deze kerk. Ik denk, ik weet het bijna zeker, Regnere Steensma heeft er fantastisch over geschreven, het oudste kerkgebouw, oudste gebedsplaats, oudste plaats voor de eredienst in Achtkarspelen. Hier in Augustinusga, waar we nu zitten. Hier, op de lijn tussen Buurskleester en Gerkeskleester. Hier ligt de toenmalige katholieke kerk. Toenmalig, want 20 generaties geleden, toen bekeerden wij ons tot het protestantisme. En nog even dat wat andere concept, hè? De gewone arbeider, Willem Bartels zit ergens in de hoek, die kon dat soort beslissingen natuurlijk niet nemen, dat werd door de hoge heren genomen. Wij en mijn gezin, wij en mijn knechten, wij bekeren ons tot, vergeet het maar, nog hogere heren. In 1580 heeft Provinciale Staten van Friesland besloten dat we protestant werden. Ja, dat werd gewoon voor ons. Ja, stel je voor, vanavond de raadsvergadering. En u komt thuis en zegt, schat, ik moet je wat vertellen. We zijn plotseling kerkelijk geworden, of we zijn katholiek geworden, of weet ik wat. Dat werd toen gewoon besloten door de volksvertegenwoordiging. Er was nog geen volksvertegenwoordiging, door de staten. Dat was 20 generaties geleden. En we hebben toen ook afscheid genomen van, Gerkesklooster doet het nog pijn, hè. Daar zaten de Cisterciënzer monniken. Vreedzamer heb je ze niet, hoor. De Cisterciënzer is een contemplatieve orde, een denkende orde, een biddende orde. De mensen deden geen kip kwaad. Maar goed, ze moesten er weg. We zijn protestant geworden, 20 generaties geleden. En dan 10 generaties geleden. 10 generaties geleden. 1768. Ergens in het gebied wat we nu kunnen zien als de lijn tussen de voetbalvelden van ASC en het Prinses Margrietkanaal.
een beetje, moet ik even kijken, hoe is de kerk gebouwd? Ik denk in die richting. Wat zal het zijn? 200 meter, 250 meter. Ik steek mijn hand er niet helemaal voor in het vuur, maar 95% zekerheid heeft u. Daar is hij geboren. En hij zit daar. Willem Bartel van de Kooi. En hij is het gezicht geworden. Willem Bartel. Want als klein jongetje zagen mensen hoe hij met een stokje in het zand was. En hij speelde geen oorlogje. Hij wilde geen ridder zijn. Nee, Willem Bartel maakte tekeningen. Hij had talent. En negen generaties geleden werd ontdekt dat Willem Bartel een eminent kunstschilder was. Portretteur van koning Willem I. En acht generaties geleden werd ontdekt dat Willem Bartel ook nog een held was. De Fransen kwamen hier en Willem Bartel, hij was een patriot. En patriot is iets anders wat u denkt. Patriot was, hij geloofde in vrijheid, gelijkheid en broederschap. Hij was een rode rakker avant la lettre. Een rebel was hij, Willem Bartel. Hij geloofde in die gelijkheid. Hij was een van ons, nou ik zou bijna zeggen was een van ons. Hij was in elk geval, hij was de patriot die geloofde in vrijheid, gelijkheid en broederschap. Maar het was ook de man, hij was de democraat puur sang. Want het is zo makkelijk om te zeggen, democratie is zo snel mogelijk naar de meerderheid. Maar de werkelijke betekenis van democratie is het geloof dat de ander gelijk zou kunnen hebben. De permanente twijfel, de overtuiging dat je zelf ongelijk kunt hebben. Het willen zien van de waarde in jouw tegenstander. Het respecteren van je opponent. En Willem Bartel, er kwam een soort tweede beeldenstorm. De eerste viel overigens wel mee, hoor, eind 16e eeuw. Een soort tweede beeldenstorm. Alles van de vermaledijde Oranjes moest vernietigd worden. En hij zei nee. En hij was een Leeuwarden. En hij heeft een groot deel van de kunstcollectie beschermd. Hij zei, dit is onzin. We maken het niet stuk. Daarvoor zijn we niet. Er zijn ook goede dingen gebeurd. Hij was het, de democraat puur zang. En overigens heeft hij hier in deze streek een feest gevierd. En zijn beschrijvingen was een prachtige optocht. Dat had je met die Fransen, hè? Burgemeester voorop. En dan komen er een hele rij pommeranten en local heroes en andere notabelen. En tot slot staat daar als mede 44, kennelijk hebben ze geteld, als mede 44 jonge vrijsters. Ja. Je hebt minder feestjes meegemaakt. Op die manier werd er feest gevierd. Het is, nou dan moet ik even nadenken hoor. Het is 7 generaties geleden. Dan hebben we het dus over het begin van de 19e eeuw. Nou, dat geloof ik, ja iets met België en de tiendaagse. Nee, wacht even. Ja, ik weet het al. 7 generaties geleden. Gemeente Kaspel wordt opgericht. Provinciaal burgemeester. Provincie Friesland ook. Daarvoor was er een andere structuur. Daarvoor was Achtkarspelen een grietenij. De tijd van Willem Bartel, hij weet niet beter. Een grietenij resulterend onder het kanton Leeuwarden. Onderdeel van het departement Friesland. Die nieuwe structuur is dus vrij recent. En 6 generaties geleden, het gaat nu snel, 6 generaties geleden, ontwikkelde Thorbecke zijn theorie over het openbaar bestuur. Thorbecke. En we spreken nog vaak over het huis van Thorbecke. En er wordt heel veel aan opgehangen, hoor. Het klinkt ook zo mooi als je in de raad resoneert dat hier de bijl aan de wortel van het huis van Thorbecke wordt gelegd. Maar eigenlijk viel het ook wel mee. Thorbecke heeft echt niet de trias politica verzonnen, dat waren de Grieken. En Thorbecke heeft de Senaat niet verzonnen, want dat hebben ze in Engeland en Afrika ook. Hij heeft wel de verticale bestuurslijn verzonnen. En heel belangrijk, hij heeft bedacht wat de positie van het koningshuis in de democratie zou kunnen zijn. Want het is natuurlijk, in principe lijkt dat een beetje strijdig. Thorbecke heeft dat gestalte gegeven en Thorbecke heeft ook Tweede Kamer, provincie, de gemeenteraad, heeft hij bedacht. Wij leven, althans op dat gebied, dankzij hem. En 5 generaties geleden, terwijl ik praat, ben ik aan het nadenken. Wat is daar gebeurd 5 generaties geleden? De verleiding is groot om even te switselen naar Domen Nieuwenhuis en Pieter Jellers, maar ik doe het niet. 5 generaties geleden, 1893. Onthoud, 200 generaties geleden was de Mienskipzin ontstaan. En ze gaan niet over 1 nacht ijs. Want het is 5 generaties geleden, 1893, dat plaatselijk belang Augustinusgaan wordt opgericht. Dit jaar, 125. Plaatselijk belang Augustinusgaan. We gaan verder.
Het is 4 generaties geleden en Willem Bartel luistert mee en hij zal zeggen, dit is bezopen. Het is 4 generaties geleden en besloten werd dat het algemeen kiesrecht werd geïnstalleerd. In beginsel mochten, ze moesten aan wat voorwaarden voldoen, mocht Jan met de pet stemmen. En het duurde maar heel even, Dan ben je toch helemaal van God los. Dan ben je op een hellend vlak. Toen mochten ook vrouwen stemmen. En Willem Bartel, hij is van goede wil. Hij is een rebel. Maar gewone arbeiders over rioolbuizen, als ze die al hadden, over straatverlichting, over wipkippen, onvoorstelbaar in die tijd. Maar we gaan verder, want het is 3 generaties geleden, en ik maak een grote generatie, 3 generaties geleden, en ik spring van 1919 naar 1951, dat is een generatie van 32, maar ik permitteer me de vrijheid. In 1951, Knippel Vreeds, en het waren weer die verrekte rooien die ermee begonnen. 1951, het moest ook niet gekker worden, in de rechtszaal Fries spreken. Het was volstrekt bezopen. En remember, Willem Bartel, hij was een Fries. Hij sprak Fries. Hij was getrouwd met een Friesin. Zijn vader kwam van Saruzum. Zijn broer zat in Gerkesklooster. Hij was door en door Fries. Hij was een kind van de streek. Maar kan zo iemand dan tegen het Fries zijn? Nou, stelt u zich maar eens voor in Brabant, hè, toen de katholieke mis meer en meer het Latijn verliet en naar het Nederlands gaan, toen waren heel veel mensen daartegen. Die zeggen, ja, dat is misschien wel goed bedoeld, maar Nederlands, dat spreek ik ook in de kroeg. Dat is toch niet de taal van de... Nou, een beetje op die manier, zoals je naar sommige dingen... Je loopt elke dag in de spijkerbroek, maar daar trek je een pak voor aan, voor het kerstdiner. In die tijd werd er gedacht, het moet ook niet gekker worden. Fries tegen het openbaar ministerie. Fries tegen de rechter. Fries tegen de officier. In die tijd, nee, in die tijd kreeg het weerklank. Maar in Willem Bartels tijd, want hij kijkt nu in de toekomst, en Willem Bartels zei, waar moet dit naartoe? Nou, Willem Bartel, we gaan nog 1 generatie verder. Het is 2 generaties geleden, of er werd zelfs Fries in de raadzaal gesproken. Er werd Fries in de raadzaal gesproken. Er werd Fries in de raadzaal van Achtkarspelen gesproken. En dan krijg je het. Dan krijg je het dat een piepjong raadslid, dat een blaag, dat een snotaap opstaat. En dat hij tegen het college, tegen de hoogheden zegt van... Jemblieke, wel, een stel mollenhoen die alles mij togert naar het eigen nest. Hij beschuldigt ze in het Fries. Jullie lijken wel een stilletje. Maar hij kreeg gelijk. 1 generatie geleden, 2 generaties geleden, 1,5 generatie geleden, de dag dat Matten van der Veen gelijk kreeg. 1986, het college vond dat de steen op het Abrahamsplein in het hoofddorp moest zijn, in Butenpost. En er was oppositie in de raad. En de oppositie werd aangevoerd door Matten van der Veen, het piepjonge raadslid. En die zegt, en ook wel nooit niet. En ik ben erbij langsgelopen. En de burgemeester is erbij langsgelopen. En is er nog steeds. Hier. De raad heeft gewonnen. En nauwelijks iets verder, het werd de tweede taal. Er werd Fries gesproken in de raadzaal. En hoe gaat het nou over nog een generatie, over 2 generaties? We hebben geen idee ervan. Maar wij zouden verbaasd zijn, zoals Willem Bartel verbaasd is over nu. Willem Bartel, wil je alsjeblieft naar voren komen? Wil je even bij me komen? Dan krijg je van mij een boekje. Mag ik het boekje even hebben, Gerrit? Je krijgt van mij een boekje. En Willem Bartel, wij willen dit jaar erover nadenken dat het 250 jaar geleden is dat jij hier geboren bent. En jij bent het gezicht. Maar je bent het gezicht van de kunstschilder. Maar je bent ook het gezicht. Je bent ook de naam van de jager. En je bent de naam van de landbouwer en van de dorpeling. Je bent de naam en je bent het gezicht van plaatselijk belang. Je bent het gezicht van de christenstrijder. Van de monnik die verdreven werd. Van de protestant die hier zijn thuis vond. Jij bent het gezicht van de plaatselijke belangen die er geweest zijn. Van de eerste arbeider in de raad. De eerste vrouw die stemde. Jij bent het gezicht van de Friezen die hier zeiden van...
En we slepen niet alles naar buiten post. Jij bent het gezicht. In jou komt dat DNA. En we zijn allemaal familie, want dat stroomt ons allemaal. In jou komt dat DNA. Het DNA van Augustinus Ga en het DNA van Achtkaspelen samen. En dat vieren wij dit jaar. De burgemeester heeft het gezegd. Hij bekleed met het gezag van zijn majesteit heeft het verklaard. Augustinus Ga, het culturele hoofddorp van Achtkaspelen en de rest van de wereld. En wij vieren dat op tal van manieren. Tal van manieren. We vieren het hier en we vieren het Twieselerij en we vieren het Surhuisterveen. Want ze zijn allemaal, komen wij uit Augustinus Ga, dit jaar. Willem Battel, het is mij een eer, het is mij een genoegen om het allereerste exemplaar van de Gids van Achtkaspelen 2018 aan de hoofdrolspeler te overhandigen. Ik hoop dat je gaat lezen. In het midden sta jij. Dank u wel.